voorzitter van de Dijk. Woensdag bereikten jullie de tweede ronde van de beker. En toen kwam donderdagavond de loting. En toen kwam Ajax eruit. En wat was jouw eerste gedachte toen? Fantastisch. Ja, absoluut. Klaar voor een mooi feestje. Dat zegt een Feyenoord supporter. Ik ben nu voorzitter van de Dijk natuurlijk. Maar ik vond het een geweldige loting natuurlijk. Ook omdat Zwift de volgende ronde, of tenminste de volgende loten, werden zij getrokken. Dus het was heel veel plezier in de kantine. En ik vind het fijn om tegen Ajax te mogen spelen natuurlijk. Dat is voor de hele vereniging een geweldige uitdaging. Je trainer vond het niks hoor. Nee, maar die trainer die heeft natuurlijk ook heel veel verstand van voetbal, anders hadden we hem niet aangesteld. En is natuurlijk ook een supporter van Feyenoord, dus ik snap wel zijn teleurstelling. Maar wij zijn er heel blij mee. Ja. De club. Er komen er gelijk een hoop problemen, of problemen in ieder geval discussiepunten om de hoek kijken. Want ja, kan Ajax hier aan de Schellingwoudendijk komen spelen? Kijk, de selectie, en wij zouden dat natuurlijk ook heel mooi vinden als die happening hier plaats zou kunnen vinden. Eén, omdat we denken dat we dan meer kans hebben, hoewel we natuurlijk ook reëel zijn. En als je 10 keer tegen speelt, zul je 9 keer verliezen, maar 1 keer win je hem misschien. En als we dat hier zouden doen, dan is die kans absoluut groter dan dat we uitwijken. Want uitwijken, wat zouden de mogelijkheden kunnen zijn? We hebben een aantal mogelijkheden. We hebben bij de KNVB opgegeven dat onze tweede accommodatie het Olympisch Stadion zou kunnen zijn. Daar gaan we maandagavond over praten in het bestuur. We hebben om half acht overleg met de politie die zich gemeld heeft bij ons, de driehoek. En dan zullen we de accommodatie bij de Schellingwoudendijk in oogschouw nemen. En dan kijken we ook naar één Olympisch Stadion. Maar we kijken ook al met een schuin oog naar Volendam en naar Jong AZ. Maar de voorkeur van de club en ook van de voorzitter gaat eigenlijk wel uit naar gewoon hier. Naar de charme van het bekervoetballen. Voetballen aan de Schellingwoudendijk. Ja, met in het achterhoofd dat mogelijk moet zijn qua veiligheid. Dat staat voorop. Hè? Maar zou ik hier veiligheid kunnen creëren en een entourage van een 3.500 toeschouwers, dan zouden we het heel leuk vinden om dat hier te laten plaatsvinden. Want dan wordt hier gewoon een stadionnetje gebouwd? Als dat zou kunnen, dan kijk maar naar Zwift. Dan ben je in staat om daar tribunes neer te zetten. En dan is 3.500 het maximum wat hier zou kunnen komen? Of is er nog wat beetje rek? Daar hebben we nog niet over nagedacht. Omdat eigenlijk willen we dat overleg met de politie afwachten.